Zo, welkom allemaal weer bij een nieuwe weekvideo en in dit geval de tweede video in de Toolfest reeks. Nou, het hele HWM Toolfest is natuurlijk in volle gang. Hè. Er zijn eigenlijk continu 80 superdeals, die staan op de website van HWM, zullen we zo meteen nog even naar kijken. Hè. En die superdeals, ja, die zijn dus superscherp geprijsd in de hele maand mei. En ja, de hele maand mei wordt dan afgesloten met het grote Toolfest evenement bij de winkel, zeg maar. En daar ben ik samen met nog een aantal andere YouTubers ben ik aanwezig om mijn creatie te gaan laten zien, zeg maar. Nou, we hebben natuurlijk vorige week hebben we daar achter de camera allemaal mooie nieuwe machines neergezet. Hè? En we gaan nu dan ook echt aan de gang om het product te maken wat ik ga tentoonstellen. Nou, ik heb het al een klein beetje voorspeld. Hè, wat het ging worden en het wordt een vuurtornado en dan op pellet gestookt. Dus laten we zeggen van die kleine houtkorreltjes. Hè, vorig jaar hadden we natuurlijk een raceparcours waar we lekker konden rijden. Ja, dat liep eigenlijk toch wel een beetje uit de hand. Was niet helemaal binnen de vergunningsaanvraag. Dus hebben we er dit jaar voor gekozen om er een wat statischer evenement van te maken. Dus dat betekent dat wij daar niet kunnen gaan rijden met iets. He, ik neem nog steeds wel een en ander mee om te laten zien. Maar ik denk, ja, dan moet ik nu toch even iets verzinnen wat stilstaat en leuk is om naar te kijken. Dus dat wordt het. Dus ik heb bij de IJzershop heb ik een aantal kokers en buizen besteld. En ik heb op Amazon, helemaal uit Amerika, ik zou niet weten waar ik het anders vandaan zou moeten halen, heb ik hier ook deze, en ik moet er heel voorzichtig mee zijn, deze glazen buis besteld. Kijk eens even, dit wordt zometeen de glazen buis van de vuurtornado. Ja, ik hoop dat hij het einde van de reeks vol gaat houden, want dit is me toch een partijtje breekbaar. Dus ik vind het wel heel spannend eigenlijk. Zo, ik wil eigenlijk gaan beginnen met het eerste onderdeel. Dat is die buis van 60,3 mm. Kijk, dat wordt deze. En die moet ik af gaan zagen op 30 graden. Dan heb ik natuurlijk een prachtig mooie nieuwe zaagmachine gekregen. Maar wat denk je? Die gaan we tot 45. Kan ik het nog met een sluitel af gaan staan slijpen? jongen. Wat een top. Dat is nou weer jammer. Daar had ik eigenlijk niet op gerekend. Ik had wel verwacht dat zo'n lintzaag, die gaan eigenlijk altijd op 30 graden. En deze dus niet. Dus stel dat je hem aanschaft en moet regelmatig 30 graden zagen. Ja, moet je deze toch helaas niet hebben. Ik wil hem niet afkraken, maar ja, je kan het maar beter weten. Als dat je er later achter komt, als je wat moet gaan zagen, zoals ik nu. Ik heb natuurlijk gewoon niet goed gekeken, maar vooruit. Ik had er gelukkig nog een ouderwets uitknipmalletje bij. Dus die ga ik om de pijp heen wikkelen. Kan ik hem even afslijpen. En dan komt het ook weer goed. Zo, ik heb het stukje even netjes afgebraamd en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik toch gelijk even die centers erin geslagen heb. Die toch al op het malletje zaten voor het afslijpen. Maar ja, desalniettemin is natuurlijk die verdeelkop nog steeds super makkelijk daarvoor.
Ik zet even mijn boordje 7 erin. Kijk, het is nu natuurlijk van belang om het midden van het materiaal te gaan bepalen met je boor. Hè? Dus laten we zeggen, dit midden zo. Nou, kunnen we natuurlijk gewoon, laten we zeggen, dat op het oog doen. En je kan natuurlijk zo je boorkop naar beneden doen. Maar wat super goed werkt, is als je je boor even netjes zo zet en je pakt een los stukje materiaal. Kijk, je duwt dat naar beneden. Nu zien we dat het lipje een beetje zo staat. En als ik nou mijn geleider naar achter ga verplaatsen. Kijk, en ik doe dat nog een keer, dan komt dat plaatje steeds vlakker te liggen. Zie je, en op een gegeven moment is dat plaatje exact waterpas. En als dat het geval is, dan weet je dus ook dat jouw boor exact in het midden van je materiaal staat. En dat is super handig, hè? Dus dan kunnen we nu de kop bijzetten. Uitlijnen op het eerste gat. Even kijken, een klein beetje om, dat gaan we even handmatig doen. Kijk, en zo kan je natuurlijk ook, als je iets gecenterd hebt, het nog steeds perfect uitlijnen. Nu zie ik dat ik met mijn verdeelkop 3/10 graad verkeerd zit. Dus die geef ik dan even los. Die verdraai ik naar 0. En als dan nu mijn boorcenter hier weer netjes op mijn gat zit. Kijk, dan weten we exact dat we op 0 zitten. En dat dus de verdraaiing van de pijp exact goed is. En natuurlijk in dit geval snap ik dat het natuurlijk allemaal niet nodig is voor om zo'n pijpje te kunnen maken. Maar het is natuurlijk vooral om even te laten zien hoe makkelijk het is om een verdeelkop te hebben. Zeker als jij, laten we zeggen, meerdere gatenpatronen in een ronde buis precies recht tegenover elkaar zou moeten maken. Is natuurlijk een verdeelkop wel super makkelijk, hè? En in dit geval is het natuurlijk een vrij kort buisje. Als je een wat langere buis zou hebben, ja, moet je natuurlijk aan de andere kant wel even iets maken dat je hem kan ondersteunen. Waar die, laten we zeggen, gewoon op ligt. En dan kan je natuurlijk nog steeds over dit blok heen kan je natuurlijk gaan rollen, zeg maar. En zo kan je natuurlijk op een buis van, in dit geval mijn spantafel is geloof ik 1/2 meter. Kan je natuurlijk op een buis van 1/2 meter allemaal gaten exact op lijn maken. En dat is natuurlijk wel echt super makkelijk. Dus hè, het lijkt nu een beetje overdreven, maar het kan echt heel goed in je voordeel werken. Zo, ondertussen weer even een dag later, dus ik kan hem gewoon beetpakken. Kijk, deze is helemaal klaar en het ziet er al super cool uit, al zeg ik het zelf. Hier zie je echt heel mooi die draaiing van die schoepen. Ik moet wel eerlijk zeggen, het was even zoek hoe dat ze er nou op moeten, maar het is me gelukt. Dus dan zou ik hem eigenlijk heel graag willen passen in die buis van 114,3 mm. Maar daar moet ik helaas weer een verhaaltje over vertellen. Die heb ik besteld bij 24/7 metaal online en ik laat hem eventjes in beeld zien. En het enige wat ik kan zeggen, bestel daar niet. Nee, ik heb daar op 22 april en het is nu ondertussen, kijk, 6 mei. En ik heb nog steeds niks binnen. Er wordt op de mail niet gereageerd. Ik heb ongeveer 15 keer gebeld. Wordt iedere keer weggedrukt of niet beantwoord.
Dus het is gewoon oplichting. Koop daar niet. In dit geval was mijn stukje buis maar 33 euro, geloof ik. Maar ja, als jij 33 euro van mij probeert te jatten, word ik gewoon toch een paardenlul. Dus ik zit die gozer nou... jeuk in mijn gezicht. Ik zit die gozer nou eigenlijk de hele dag, iedere 10 minuten te bellen. Ik maak hem helemaal gek, want als je van mij jat, dan ja, word ik boos. Dus 24/7 metaal online, koop daar niet. Het is een oplichter. He, snel geleverd, ja. We zijn ondertussen 15 dagen verder. Koop daar niet. En het is onderdeel van Hagatech BV. Aan de Westvlietweg 61E in Den Haag. Alles staat erbij. He. Wees gewaarschuwd. En je zal zeggen, waarom koop je niet bij de ijzershop? Ja, dit buisje hadden ze toevallig niet. Dus ik zal nog even bij een andere webshop moeten gaan zoeken. En hopen dat ik het op tijd binnen heb. Maar oplichters, oppassen. Nou, om dan toch nog een beetje verder te kunnen, gaan we gewoon die koker 80 vast eens even maken. En op zich kunnen we natuurlijk ook wel lekker mee vooruit, hè. Dus hier al een hoekje van 15 graden, lengte van 680 mm. Deze hoek is helaas weer 30 graden. Kijk, maar als ik die één keer met de slijptol eraan haal en ik zaag die eventjes op overlengte, kan ik natuurlijk daarna die twee stukken goed gebruiken. En is het op zich geen ramp om dat even te slijpen. Dus ik had hier in de hoek een koker 80 staan. Bij de ijzershop vandaan. Kijk, die staat hier mooi. Die leg ik even op tafel. Ga ik even aftekenen. En dan ga ik in ieder geval die stukken er vast even uithalen. Dan is nu de bedoeling dat er hier een rijtje gaten komt te zitten. Heel mooi evenwijdig aan deze rand, zeg maar. Dus laten we zeggen zo evenwijdig. Daar een gaatje. Zo komen er 5 gaatjes te zitten. Nou, dat kan je natuurlijk in principe prima aftekenen. Maar wat nou als je een freesbank hebt met een digitale uitlezing? Kan je natuurlijk ook keurig netjes op lijn gaan boren. En dat is natuurlijk veel leuker. Nou, die bovenkant die is gelast en ondertussen ook alweer even afgekoeld.
gaan we hier naar de onderkant toe. Kijk, en dit is natuurlijk je pelletreservoir. En hier onderin, ja, moeten natuurlijk die pellets niet uit gaan vallen. En die komen eigenlijk natuurlijk gewoon hier tot onderin die trechter te leggen. Dus wat ik moet gaan doen, ik moet hier al een stukje gaas op gaan maken. En dan komt zo meteen, komt deze koker, komt hier weer een soort zo op te staan. En dat zorgt er dan voor dat er natuurlijk een maximale luchttoevoer is. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel lucht die kant op nodig. Dus ik ga daarvoor het stukje strekmetaal gebruiken. Ja, liever had ik iets dikkers gehad, want dit is echt maar een millimeter dik als ik het überhaupt red. Dus ik hoop dat ik het gelast krijg. Maar ja, goed, ik heb niks anders leggen en ik wil eigenlijk toch wel even verder. Dus ik probeer het maar. Smelten zal het niet, want ik roest van staal op een veel hogere smelttemperatuur dan gewoon staal. Dus ja, dat zal het probleem niet zijn. Het is natuurlijk alleen de vraag, jij krijgt dat hele dunne materiaal een beetje normaal hier aangelast. Dus ik ga het maar gewoon proberen. We zien het wel. Zo, en dan tot zover ja, het eerste gedeelte van dit project. Het begint een klein beetje vorm te krijgen. Hè? Hier zitten zo meteen de houtpellets in, dus de houtkorreltjes. Nou, dat gaasje dat is dus toch nog aardig vast blijven zitten, omdat ik hier ook die koker nog weer aangelast heb. Dat hele zoortje is mooi in elkaar gevloeid en zit super mooi vast. Wel even leuk om te laten zien, pak ik heel voorzichtig de glazen buis erbij. Hopen dat ik niet stoot, want oi oi oi. Kijk. Zo komt er zo meteen die glazen buis te staan en die vlammen die draaien er straks helemaal door die buis heen en komen echt op de bovenkant van de pijp te staan. Dat is natuurlijk super gaaf. Ik leg hem snel weer even aan de kant. En wat er dus gebeurt hier aan de binnenkant in die pijp van 60 mm, daar komt er straks die vlam te staan. Deze buis zit vol met pellets. Die pellets die valt tot op het roostertje en we hebben hier natuurlijk aan alle kanten heel veel zuurstof. Dus die zuurstof die gaat omhoog getrokken worden. He, om natuurlijk die pellets te laten ontbranden. En hier langs de buitenkant, dus langs die buis die we dus eigenlijk nog steeds niet hebben, gaat dus die lucht aan draaien door deze schoepen. En dat geeft die werveling door die buis heen. En dat zorgt natuurlijk voor ja, dat het ding keihard gaat staan branden. Super gaaf. Nou, ik heb die buis ondertussen bij een andere leverancier besteld. Want ja, die oplichter, ik krijg hem nog steeds niet te pakken. We zijn ondertussen weer anderhalve dag verder. Ik heb hem zelfs nog gemaild om te zeggen, joh, als jij niet je spullen opstuurt, dan ga ik het op YouTube gewoon vertellen tegen mijn volgers. Nou ja, bij deze dus. Dat is ondertussen al gebeurd. Dus wat ik zeg, die buis die is onderweg. Daar kunnen we volgende week mee verder. Moet nog een klepje op komen, moet ik nog een mooie voet onder komen. Moet nog een ring om komen om die glazen buis goed vast te houden, dat hij niet omvalt. Dus al met al nog genoeg te doen. Maar ja, goed. Het Toolfest 25 mei. Dan zal deze kachel staan te branden voor de winkel van HBM. HBM heeft natuurlijk allerhande mooie superdeals op de pagina staan, 80 producten. En iedere keer als het product op is, wordt je aangevuld door een nieuw ander product. He, dus het kan best wel zijn als jij nu op de site kijkt, dat je zegt van nou, er zit niet echt iets bij wat ik nodig heb. Kan zomaar zijn dat er volgende week dus wel dingen bij staan die jij goed kan gebruiken. Want ja, dan is een ander product uitverkocht, komt er wat nieuws in. En zo kan je natuurlijk altijd een mooie slag slaan. Nou, de link naar de Toolfest pagina staat hier onderin. En mocht jij nou toevallig ook een hobbyist zijn die het leuk vindt om ja, dit soort dingen of misschien wel andere dingen te bouwen, kan je je eigen ook opgeven voor de Tech Challenge. En dan kan je zelfs met jouw project ook op de HBM pagina komen te staan van het hele Toolfest gebeuren.
En dan kan jij voor het grote publiek jouw creatie ook laten zien. Dat is natuurlijk superleuk. Nou, ik ga die video hier afronden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we dus weer een stapje verder. En vergeet vooral niet te shoppen hieronder op de pagina. Wens ik jullie een goed weekend en tot volgende week weer. Later!